Je moet het drinken als je zwanger bent. En dan krijg je het zelf mee. Dat alcohol dan. En dan gaat je hersens beschadigen. Fetaal alcoholsyndroom. Dat is heel breed. De aanleiding die kennen we nu. En nou ja, goed, we hebben het nu over Debbie, die dan heel veel dronk. Ik wil meteen benadrukken, dit boek hebben we ook gemaakt, omdat er een heleboel moeders zijn die minder drinken. We zagen het net op de feitjes ook al. Veel vrouwen drinken door en soms is dat een beetje. En een beetje kan ook wel schadelijk zijn. Maar om je vraag te beantwoorden, het varieert. Je hebt fysieke kenmerken, dus in het gezicht kun je het zien als er genoeg is gedronken. Maar voornamelijk is er binnen in het kopje wat kapot, in de hersenen. Dus dat vertoont zich dan als gedragsproblemen. Zoals? Slechte concentratie, geen oorzaak en gevolg kunnen zien. Een slecht werkend geweten. Wat ook betekent dat je makkelijker bijvoorbeeld met justitie in aanraking komt, met politie in aanraking komt, kan komen. Je zou, nou goed, het is gewoon niet goed voor je kind om te drinken. En als jij af en toe een glaasje drinkt tijdens je zwangerschap, wat dat nou in Frankrijk of hier is, dan zal je kind echt geen FAS krijgen. Maar het gaat erom dat er vooral wat er in dat kopje gebeurt, dus wat er aangelegd wordt, zo'n kleine foetus, zoveel hersencellen die zich delen, dat is zo ragfijn, dus de schade is snel daar. En dat betekent niet dat alles kapot is, maar wel dat je kind zich minder kan concentreren. Dus het is niet... Ik moet heel vaak lopen. Niet omdat ik het wil, maar ik doe het uit... Zomaar. Ik merk ook dat ik slecht zicht heb. En ja, dat komt allemaal toch vast. Net alsof dat je het niet belangrijk vindt. Gewoon aan jezelf denkt. Dat het je niks kan schelen hoe ze eruit komt. Of hoe ze eruit ziet. En de toekomst van haar kind. Denk ik bij mij, waarom is het bij mij en niet bij iemand anders?